Ginny Kitz, ooit winnaar van Una Voce Particulare. Het is alweer een tijd geleden. En tussen stond ze over de hele wereld op de verschillende planken. Klaar voor een nieuwe opera theatertour. De voorstelling heet Il Mio Sogno. Het prachtige geluid van Janine. Is het moeilijk om naar te kijken trouwens? Of hoe kijk je nu? Kijk je kritisch? Luister je kritisch? Ja, ik luister kritisch, maar ik vind het ook wel heel leuk om het terug te zien. Want nu vandaag begint het weer allemaal. Dat we ons klaar gaan stomen voor 1 maart. Dan is de voorstelling. Dus ik vind het heel leuk om dan terug te zien. En ik denk, oh ja, nou, nu gaan we dit anders doen. En ik heb een heel, heel leuk team. En wat ik heel leuk vind, is dat ik met deze productie hou ik echt de regie zelf in handen. Mm-hmm. En ik zing op heel veel plekken en ik doe heel veel verschillende dingen. Wat ook wel eens soms gezegd wordt, wat doe je nu precies? Maar bij deze voorstelling, dat is wel echt mijn kindje. Waar ik zo'n mooie gastartiesten heb. Ik heb een hele mooie verhaallijn, mooi orkest. Dus het is echt een geheel. Dus ja. Il Mio Sogno is mijn droom eigenlijk, ja. Mijn eigen droom. Wat was het? Is het jouw kindsdroom ook om te zingen, op de planken te staan? Ja, dus toen ik heel kijk, sommige dingen zeg ik altijd, die weet je in je leven. Sommige dingen daar twijfel je over of daar ben je op zoek naar, maar met het zingen, dat wist ik gewoon. Waarom? Ja, dat ik voelde je? Ja, ik voelde dat. Is dat ik was in de familie? Altijd aan het zingen. Ja, mijn ouders zijn wel muzikaal, maar niemand zingt in de familie. Wel mijn overgrootopa, die was dirigent. Maar goed, of dat dan zo ver terug gaat, dat weet je nooit. Mm-hmm. Maar ik had altijd die liefde voor muziek en dat... Ja, dat is ook in die droom. Het is een stuk van mijn verhaal. Maar het is ook wel een stukje wat voor iedereen past. Want ook als ik daarnet het gesprek van jullie met de film... Het is hetzelfde. Je hebt een droom, je hebt een doel, je gaat ervoor, je creëert iets. En daar staat de voorstelling ook voor. Ja, creëren. Ja. Want je zei al, je hebt het al eens gedaan. Deze voorstelling althans. Alleen nu ga je het anders aanpakken. Je moet je publiek opnieuw verrassen. Ja, absoluut. Dat is anders. Ja, ik mag natuurlijk niet alles verklappen, want dan is het, dan is het niet meer anders. Nee, maar wat ik leuk vind is dat die muziek is ook zo verbindend. Dus ik heb heel veel gastartiesten ook van het buitenland, maar ik heb natuurlijk ook een touch van Kerkrade, waar de voorstelling ook plaatsvindt. Ja. En wat gaat er anders? Het is natuurlijk een heel mooi vernieuwd theater in Kerkrade. Dus dat is ook wel een heel verschil. De vorige keer heb ik in de Bommelière gespeeld in Maastricht. Ja. Dus het zijn twee verschillende zalen. Bommelière is ook een topzaal, maar heel anders. Weer op andere gebieden. Dus we gaan het wel heel goed aanpassen, ook op de plek waar we nu... Waar we nu terechtkomen. Ja, moet je operafeeig zijn, liefhebber zijn, om een voorstelling te komen bezoeken? Nou, ik denk met de voorstelling Il Mio Sogno, het klinkt cliché, maar ik denk dat voor iedereen er iets bij zit. Want het is een visueel aantrekkelijke show. Je hebt operette, musical, opera. Dus het is zo'n breed aanbod van muziek, dat het niet op één dingetje vasthangt. Dus ik denk dat het wel voor een breed publiek is. Ja, en je hoeft natuurlijk niemand te introduceren. Je hebt over de hele wereld gestaan. Je hebt in verschillende musicals gestaan over de hele wereld. Zijn er dromen die je buiten je eigen theaterproductie die je nu hebt, zegt van dit ben ik echt, hier kan ik mezelf laten zien. Er zijn altijd dromen. Mijn motto is ook, er zijn altijd dromen en die moet je altijd najagen. Dus ik ben bezig met mijn eigen IP of CD in Loosdrecht bij Giel van Praag. En ik vind het heel leuk om meer van deze voorstellingen te maken. En dan echt zelf ook aan die andere kant te zitten, dat je meedenkt en creëert. Ja. Dus niet alleen uitvoerend. Dat je meer van jezelf kunt laten zien. Ja, dat vind ik leuk. Want kijk, je doet natuurlijk zoveel verschillende producties en ene dag zing je in de kerk en de ene dag doe je de... Maar om het zelf zo samen te stellen, dat het wordt waar jij echt je hart in hebt en de muziek wat jij zegt, oh, dat wil ik zo graag laten horen. Ja, dat vind ik heel gaaf. Ja. En dan heb je ook zoveel emotie erbij dat ook vaak heel goed overkomt. Overkomt, ja, tuurlijk. En ineens zagen we je op de Ghanese televisie. Oh ja. Hoe
kom jij tussen de Ghanese houten metoten terecht daar in de zaal? Ik zeg altijd, muziek is heel internationaal natuurlijk. We hebben niet de grenzen met de muziek, maar dit was inderdaad wel een heel aparte uitnodiging. Van de Ghanese president, nota bene. Ja, die was er inderdaad ook. Alle ministers waren daarbij. Nou, het was een aaneenschakeling van allemaal congressen die weken. Want ik geloof de week daarvoor was ook onze minister-president Rutte daar en ook Macron van Frankrijk. Dus het was wel een hele aaneenschakeling van om Ghana. Ghana wil het economisch, wil erop vooruit gaan. Mm-hmm. Maar voor mij was een hele, ik ben benaderd geworden. Ik denk ook door mijn internationale netwerk. En ik heb ook zo op een gegeven moment gevraagd van hoe is het precies gelopen? En toen hebben ze ook laten vallen van dat ik heb van de zomer was het weer op muziekconcours in Kerkrade. Mm-hmm. En toen heb ik in het stadion gezongen en toen was daar ook een livestreaming. En volgens mij hebben ze die dus opgepikt. Dus dan zie je hoe dat werkt tegenwoordig ook met al die social media en al die dingen. En is opera dan ook universeel? Misschien een hele stomme vraag, maar is opera ook heel goed toegankelijk en wordt gevolgd in Ghana? Ja, het is zo. Ik denk, in Ghana, wat ze mij vertelden, was er veel jazzmuziek, maar niet heel veel klassieke muziek op het moment. Maar als ik dan zie op zo'n avond, dat je dat met passie doet en vanuit je hart, dan kun je heel veel bereiken. Dus mensen waren heel erg onder de indruk en vinden dat ook heel mooi. Maar vaak weten ze het ook niet precies. Mm-hmm. Dus het is ook altijd, ik vind het ook altijd wel een uitdaging in die muziek om dat te kunnen verbinden. Absoluut. Ja. Maar eerst 1 maart, dan gaat het gebeuren in Kerkrade. Ja, ik verheug me daar enorm op. Want ook in Kerkrade is het. Er is nu heel veel ook met het centrumplan en alles wordt er van een nieuwe bibliotheek. De muziekschool waar ik zelf ook les geef aan de kinderen. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik aan dat geheel daar waar ik ook vandaan kom, dat nu klaar is en dat ik daar met mijn voorstelling sta. Heel bijzonder. Is dat toch wel bijzonder als je overal zingt, dat je dan in kerk gaat, heb ik toch altijd een speciaal gevoel bij. Absoluut, ik kan me voorstellen. Ja. Succes, fijn dat je hier was. Goed met de voorbereidingen. Dank je wel. Ja. Leuk.